And watch these people passing by, bypassers. You see, they were sisters as well. Ja, dat is wel een grote stad geweest. En dat zelf bekijken, dan zie je het reclamebordje van het bordeel, hoe je daar terecht kon komen. Ja, daar heb je een voet wat getekend is, want toen had je geen kaart waarop stond waar je vandaan kwam, hoe oud je was. Voor het voet heb je dan een kruis, dat wijst het weg aan. En dan heb je een gat voor het muntstuk wat je ervoor nodig had. Dus dan kwam je eerst daar terecht, deed je voet erop. Als je voet even groot was, of kleiner dan het voet was, moest je recht doorlopen, rechtsaf eerst naar de bibliotheek leren. Als je voet even groot was of groter, kon je recht doorlopen linksaf, maar je had wel even grote muntstuk nodig als het gat wat er aanwezig was. En hoe dat is ontstaan, vanwege dat het een havenstad is, komen veel bootjes aan. En when they come, you come with them. Yeah. I gotta go check. Meter of 10? 30 meter wordt gezegd. 50, 60 meter. 55. 125. Nou, waarom heb ik dit gevraagd? De bedoeling van dit bouwstijl, van dit. Oh,
Nou, dames en heren, kijk, op de terugweg is het vergeten om daarin te gaan. Maar daar zie je de openbare toiletten van Efeze. Waar ze gezamenlijk zo naast elkaar konden zitten. En dan poepten ze wel 4-5 meter diep, hè, en plassen. Dat was niet gezellig om dat gekletst en geplons te horen. Daarvoor was in het midden een fontein aanwezig. En meteen voor de zetplaatsen zie je ook zo'n sloot. Het enige wat van hem is overgebleven is 2 voeten en 1 bal onder de voet van hem. Ja, hij was geen voetballer of trainer, maar hij wilde wat vertonen. Hij wilde zeggen, het wereld ziet eruit zoals het onder mijn voet eruit ziet. Het is rond. In die tijd had iedereen andere ideeën. Driehoek, vierkant, oppervlakte, hoofd van een stier enzovoort. En het water stroomde onder het beeld in het grote gedeelte van het bad. En daar staat dan nog geschreven van, alles stroomt, alles beweegt. Dus jij blijft stilstaan, maar kijk, het water loopt door. Dus ga met de tijd mee. Hè, de wereld draait ook, dus hou je, ja, pas je aan met alles. Dat houdt er ook even bij. En dan van die bad hierin, de helling af naar beneden naar de haven. Maar hoe werd het s'avonds gedaan? We hebben deze gaten opengemaakt. En we hebben daar gewoon het water op de water en een keer schoot. In de zomerseizoen hebben we dat ook gedaan. Thank you.